Minister Kenneth Amoxi van Justitie en Politie zegt dat er middelen beschikbaar zijn gesteld om operatie Veilig Suriname op een verhoogd tempo uit te voeren. De bewindsman zegt dat de politie zichtbaarder zal zijn. We hebben de benodigde spullen kunnen kopen. Nog niet alles hebben we kunnen kopen. Maar ik denk bijvoorbeeld dat we nog snelheidsmeters moeten aanschaffen. Dat heeft te maken met het verkeer natuurlijk. Maar de mensen die ook zich in het verkeer begeven, ook tijdens lockdown, kan ook dat ze issues hebben. Dus die dan worden dan ook meegenomen. Maar in ieder geval, de middelen hebben we voor de om aan de politie te verstrekken, voor de handhaving. En ten aanzien daarvan heb ik nog gisteren rapportage ontvangen. Van de trekkers van het project. En het gaat de goede kant op. Toch, maar er zijn natuurlijk nog steeds verrassingen. De politie krijgt nog steeds niet alle informatie. Maar de informatie die ze zelf krijgen en uitwerken. Dus daarop wordt er wel ingespeeld. Er zal ook veel aandacht besteed worden aan de bestrijding van de zware criminaliteit in de districten. De minister zegt dat er geen onaangename verrassingen geaccepteerd zullen worden door de autoriteiten. De politie is natuurlijk bezig. De politie is bezig daarmee. Kijk, we kunnen net wat ik zei, er zijn erupties, toch? En soms hebben we 2 beroepingen. Soms 3 beroepingen, soms 5. We willen geen 5 en dergelijke. Dat willen we niet. En ik heb ook aangegeven vanmorgen nog weer een verrassing dat er bijvoorbeeld op Atjoni eigenlijk een soortgelijke beroeping als een paar weken terug op Kasipora. Zijn er hier geen doden gevallen. Maar ik heb vanmorgen nog daarover gesproken met de korpsleiding. Amoxi wil geen uitspraken doen over het feest dat is gehouden in verband met de jaardag van de president. Hij wil het houden op de reactie die het staatshoofd heeft gegeven in een radioprogramma.